Op 28 november vieren gelovigen wereldwijd Gita Jayanti, de dag dat de Bhagavad Gita ruim 6000 jaar geleden werd uitgesproken. Dat vieren ze door sowieso puja te doen van Krishna Bhagwan, of een stukje te lezen op dit moment Bhagavad Gita, of te mediteren op naam van Krishna. De Bhagavad Gita wordt gezien als een van de belangrijkste Hindoe geschriften. De hoofdpersonen zijn de strijder Arjun en de goddelijke incarnatie Sri Krishna. Sri Krishna spreekt de Gita uit op het slagveld van Kurukshetra, waar op dat moment de Mahabharata plaatsvindt. Arjun die staat om de oorlog te gaan voeren en dan ziet hij zijn eigen oom, zijn neven, tegen wie hij zou moeten vechten. En dan raakt hij in twijfel, voor wie zou hij dat moeten doen? Arjun wendt zich tot Sri Krishna. Het advies dat hij geeft kennen wij nu als de Bhagavad Gita. Terugkerend onderwerp is het beheersen van je geest en je zintuigen. Als je je mind, jouw geest, en je indriën, je zintuigen beheerst, dan kan je daar heel goed gebruik van maken en plezier en genot hebben van alles wat Bhagwan geschapen heeft. En ook, naast het ervaren van het plezier, kan je ook door je manier van leven rust proberen te vinden. En op een hoger niveau, met hoger niveau bedoel ik een hoger geestelijk niveau komen en de essentie van het leven, het doel van het leven, dat je dat bereikt. Ook voor jongeren is de Bhagavad Gita leerzaam. Het is geen boek met regeltjes waar we ons aan moeten houden, maar het staat vol met filosofische en praktische handelingen die we toe kunnen passen in ons leven. Een praktische verhandeling is bijvoorbeeld dat Krishna het constant heeft over karma, jouw handelingen, en de vruchten van je handelingen. Dat alles wat je doet in dit leven, de vruchten daarvan pluk je. Of het nou negatief is of positief is. Dan zegt hij, doe die handelingen die een positief vrucht met zich meedragen. Als je echt op zoek bent naar rust in jezelf, als je echt op zoek bent naar het geluk, als je echt op zoek bent naar harmonie, dan ligt het aan jou of je dat kan bereiken. Het ligt aan jou omdat jij door jouw handelingen die vruchten kan plukken. Wie denkt dat je de Bhagavad Gita na één keer lezen snapt, heeft het mis. Je zou het een paar keren moeten lezen. Je zou eigenlijk met mensen erover moeten praten. Je zou je erin moeten verdiepen. Dan zou je een heel klein beetje ervan kunnen begrijpen en alle. En ook toepassen in het leven. Dan pas weet je een beetje waar het over gaat.